Mijn leven hangt nu af van deze twee torens. Jenga-blokje uitgevoerd. Nee, 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 nee. Waarom? Hallo familie, mijn naam... Die doen we even opnieuw. Hallo familie, mijn naam is Rutger en wat super tof dat je naar deze nieuwe challenge kijkt. Dat is beter. Deze dag belooft heel erg bijzonder te gaan worden, want Jenga bepaalt 24 uur lang wat ik eet en wat ik moet doen. Heb je net zoals ik heel erg veel zin in deze challenge? Laat het mij dan nu eventjes weten. Dat kun je doen door deze video een duimpje omhoog te geven. Want, let op, bij 20.000 duimpjes beloof ik plechtig dat 24 Kitchen met Denise eindelijk gaat terugkeren. Maar moeten we dan iets zoets of iets hartigs gaan bakken? Dat mogen jullie bepalen. Dus laat jouw stem nu horen in de reacties. De meeste stemmen die gelden. En vergeet natuurlijk niet om je helemaal gratis op mijn kanaal te abonneren. Ik weet niet wat dit was, maar dit is blijkbaar gratis. Druk gewoon even op de rode knop. En misschien heb je ze al hier achter me zien klaarstaan. Maar het is nu tijd om de challenge te laten beginnen. Zoals je ziet heb ik hier twee Jenga-torens staan. Maar er ligt hier een banaan, dat is geen toeval. Dit is namelijk de voedseltoren. Op de onderkant van deze toren schrijf ik namelijk zometeen allemaal voedseldingen. Want ik heb op mijn Instagram jullie gevraagd om allerlei voedseldingen in te sturen. Maar bij deze toren ligt een controller. Die staat namelijk symbool voor alle opdrachten die ik moet gaan doen. En je raadt het al, ook deze opdrachten zijn allemaal door jullie ingestuurd. Dus voordat we kunnen beginnen ga ik nu alle opdrachten en voedseldingen op de onderkant schrijven. En dit gaat even duren, dus tijd voor een timelapse. Het was een heel werk, maar de torens zijn gebouwd. De regels zijn heel simpel. Als ik honger heb, dan mag ik een blokje uit de eettoren pakken. Maar daarna moet ik verplicht ook één blokje uit de opdrachttoren pakken. Oh, ik ben echt heel erg zenuwachtig. Mijn leven hangt nu af van deze twee torens. We gaan gewoon maar beginnen. En dan ga ik heel random voor deze die ik nu aanraak. Deze. Wat moet ik als eerste eten? Laat het alsjeblieft iets normaals zijn. Brood? Dat was ongeveer het meest veilige van de hele toren. Hoeveel geluk heb ik? Nou, we kunnen dus gewoon op zoek gaan naar brood en natuurlijk hebben we dat. Ik wil heel graag eventjes de Jenga-goden bedanken voor het geluk van deze eerste ronde. Ik geniet er nu nog maar eventjes van, want ik ben bang dat dit nooit lang goed kan gaan. Maar voor nu, eet smakelijk. Oké, maar dan nu. Bij het eten heb ik geluk gehad, dus ik ga nu van het ergste uit. Ik ga voor deze. Oh, die zit vast. Oh nee. Oh, dat is natuurlijk een heel slecht teken. Maar, oh, hij gaat eruit. Er is geen weg meer terug. Wat moet ik doen? Nou, dat is ook een leuke. Paco een nieuwe truc leren. Volgens mij heeft Paco weer een error. Maar Paco, ben jij klaar voor je volgende truc? Ja? Ik heb even op YouTube rondgekeken, want Paco kan al behoorlijk wat trucjes. Maar wat ik haar nog niet heb geleerd is een rondje draaien, oftewel spin. Ik heb alleen geen idee of ze dat in één keer gaat leren, maar dat gaan we zien. Ik heb hier in ieder geval iets wat ze heel erg lekker vindt, namelijk kip. Nou, daar doe jij alles voor, hè? Ik laat haar gewoon eerst een rondje draaien. Spin. Goed zo. Nou, dat gaan we eerst even een paar keer doen. Spin. Spin. Goed zo, dat was er één. Goed zo. Spin. Goed zo. Spin. Goed zo. Spin. Goed zo, dat was hem. Spin. Heel goed, heel goed. Knap hoor. Zonder beloning lukt het nog niet, maar voor een eerste sessie denk ik dat ze dit binnenkort onder de knie heeft. Goed gedaan, Paco. Ik ben echt trots op jou. Ja.
Tijd voor de volgende eetronde. Ik heb echt geen idee welk blokje ik moet gaan kiezen. Ik voel deze keer welke gewoon een beetje makkelijk gaat. Dat is waarschijnlijk een goed teken. Oh, deze. Wat staat er op het blokje? Oh, McDonald's. Alleen komt die behoorlijk vroeg op de dag. Ik heb er nog totaal geen zin in. Maar goed, Jenga heeft bepaald. Laten we naar de Mac gaan. Hi, mag ik een veggie homestyle? Gaan we even een blokje om met mijn blokje. Yes, hi. Dankje. Fijndag. Jenga blokje uitgevoerd. Ik ben gegaan voor de veggie homestyle chicken. Misschien neem je normaal gesproken nooit een vegetarische optie, maar ik daag jullie uit om deze een keer te proberen. Dit is gewoon nu echt mijn favoriete burger van de Mac. En ik moet zeggen, ook al is het nog ochtend, stiekem smaakt hij dan ook lekker. Het is trouwens geen sponsor, jongens, maar McDonald's, als je meekijkt, ben best geïnteresseerd in een jaarvoorraad van deze. We hebben gegeten, dat betekent dat er weer een opdracht moet worden uitgevoerd. Oh, welke zal ik doen? Oké, ik ga gewoon voor deze. Ja, hij zit behoorlijk los, dus dat is hopelijk een goed teken dat het iets leuks is. Nee. Nee, hier heb ik echt geen zin in. Koud douchen. Wilde je de temperatuur wijzigen? Ja, naar warm. Nou ja, we hebben geen keus, daar gaan we. Nou, er zijn heel veel mensen die dit volgens mij elke ochtend doen, dus zo erg moet het niet zijn. Alleen buiten is het natuurlijk ongeveer min 10, dus het water zal ook wel extra koud zijn. Daar ga je. Ik durf niet. Ik ben blij dat ik kan toekijken. Dat helpt, tel maar af. 3, 2, 1, go. Beetje zielig is het wel. Mag ik mijn haar niet eronder doen? Anders zijn we weer een dag verder. Oh, ja, oké. Ja, hoeft niet. Laat je haar. Ik hoop echt op iets warms te eten nu na deze koude douche. Ik ga voor deze. Ik heb geen idee. We gaan het gewoon zien. Droom ik? Is dit echt? Sushi! Oh my god! De vraag is alleen, is er nu al een sushi-restaurant open? Ja? Oh, dat wist ik helemaal niet. En het is besteld. Dan is het nu eventjes wachten tot de sushi hier arriveert. Beste sushi ooit. Ik ben heel erg benieuwd of die ook lekker smaakt. Nou, daar gaat ie. Ik ga hier geen woorden aan vuil maken. Hoorde ik het woord sushi? Oh, dat ziet er wel heel luxe uit. Wil je hallo proeven? Lekker. Maar wat is de prijs die ik moet betalen voor de heerlijke sushi? Daar gaan we nu achter komen. Zonder te kijken ga ik voor dit blokje. Hij zit behoorlijk los. Nee. Waarom? Ik moet 100 squats doen. Bedankt voor het kijken. Ik stop. Ik heb hier echt geen zin in. Hallo en welkom bij de allereerste en laatste aflevering van Rutger in Beweging. Doe vooral mee, maar mocht je moeite hebben met je evenwicht, pak er dan lekker een stoel bij. Zet hem neer, ga erop zitten en blijf zitten, want dan heb je wat mij betreft een prima excuus om niet mee te doen. Helaas gaat dat voor mij niet op. Jongens, ik kan dit. 100 squats, daar gaan we. 1, 2... 3. 2, 1, en klaar. In één keer. Dit had ik niet verwacht. Ik had oprecht niet verwacht dat ik dit zou kunnen. 100 squats in één ruk door. Ik ga nu wel even aan het zuurstof. Ben jij klaar om een blokje voor mij te pakken? Ja, ik kom gelijk mee. Ja? Waar staan ze? Boven. Ik ga voor de opdrachten. Oké, dat is die. Oké. Deze lijkt wel makkelijk te pakken, zeg maar. Zal ik het doen? Ja. Hij blijft staan. Ik hoop dat het iets leuks is. Slootjes springen. Nee.
mee dan? Nee. Helemaal niet mee. Ik laat je gewoon in je eentje verschut staan. Wil je het er dan in ieder geval filmen, hoe ik erin val? En dan ben ik alsnog bij. Welkom bij het sportmoment van 2021. Het is nog niet zeker of de Olympische Spelen doorgaan, maar wat wel zeker is, is dat Nederland er zometeen een nieuwe verspringkampioen bij heeft, hopelijk. Ik vind het gedurfd hoor, voor een eerste sprong. Oh, vies. Er ligt ijs nog een beetje. Dit is denk ik wel spectaculair zo. 3, 2, 1... Nou, wat een avontuur. Dit was heel professioneel, vond je ook niet? Nee. Een spannend moment is aangebroken, want we gaan nu kijken wat ik mag gaan avondeten. Ik hoop dat ik de goede kies. Dit wordt hem. Laat het alsjeblieft iets lekkers zijn, iets normaals, iets gezonds zou ook wel fijn zijn. Een toetje. Waarom? Waarom? Zie hier de heerlijke maaltijd van Thomas. Wat ga jij eten dan? Ja, ik heb dus een toetje. Maar dat is toch super lekker? Ja, maar als avondeten? Ja, oké, het is niet als avondeten, maar het is wel heel lekker. Het is zeker lekker. Ik heb de Ben & Jerry's Caramel Chew Chew. Ondertussen ligt Paco hier beneden. Het is niet mijn favoriet, eerlijk gezegd. Oh, valt hij een beetje tegen? Hij valt een beetje tegen. Dat ook nog. Maar ik heb al heel veel op vandaag, dus ik niet aan. Wat mag ik vanavond nog gaan doen? Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga voor eentje in het midden, deze. Oeh, de toren viel bijna. Oh, dit ging echt nog maar net goed. Wat moet ik doen? Nee. Er zitten zoveel leuke dingen in de toren en dan kies ik dit. Kunnen jullie mij helpen met de handstand? Hoe zie je dat voor je? Nou, jullie staan daar klaar en dan kom ik zo, woep, de handstand doen. Ja, zo. Dan takel je me op. Werd echt wel helemaal afgelikt. Is die goed gekeurd? Ik denk het. Volgens mij ook. De regel is natuurlijk dat wanneer ik iets wil eten, ik daarna een opdracht moet uitvoeren. Maar ik zal even heel eerlijk zijn. Ik zit zo verschrikkelijk vol dat ik vandaag echt niks meer hoef te eten. En dat betekent dat ik nu officieel de torens kan gaan omgooien. In 3, 2, 1... Zie hier nog een aantal van jullie opdrachten die ik niet heb hoeven uitvoeren. En eigenlijk vind ik het best prima dat ik niet in hondenpoep heb hoeven staan of uit de wc heb hoeven drinken. Ik hoop wel dat jullie de video heel erg leuk vonden. Als dat zo is, geef dus even dat duimpje omhoog. Want als we die 20.000 halen, dan komt er binnenkort een nieuwe 24 Kitchen. Abonneer je natuurlijk op mijn kanaal om dat niet te missen. Druk gewoon even op de rode knop. En dan zie ik jullie volgende week weer op donderdag om 4 uur in de middag. Maar tot die tijd, stay fabulous. Doei doei!